Voorzichtig. Achteruit nou. Maar komt toch van onderen. Hé, Simon. Goed. Zet maar neer. Je hebt de boel weer eens lelijk gemold. En ja, van heb ik jou daar. Hoe dikwijls heb ik je niet gezegd, kijk uit als je een bocht moet nemen. Zo is het dilettanter geknoei, Simon. Stukken uit de muur stoten. Zal ik niet. Hij staat toch door? Het gaat er niet om hoe je het doet. Maar het gaat erom hoe je het doet, ja. Huh, dat zegt mijn Sjaan ook altijd. Ik vraag me af of jij ooit nog een echte vakman zal worden. Zeg, waar zullen we hem neerzetten? Laten we hem eerst maar even binnenbrengen. Ik denk dat ik mijn rug verrekt heb. Is er dat? Dat zal wel. Ja, dat moet er zijn. Ziet er niet kwaad uit. Ze lijkt op iemand waar ik vroeger mee ging. Klein beetje maar. Ik weet het eigenlijk niet. Wat is er gebeurd? Doet dat er iets toe? Juffrouw? Juffrouw. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Waar wilt u hem hebben? Ik bedoel... Gun het nog eventjes de tijd, Simon. Ze is nog niet aan ons gewend. Ik ben Freek. En dat is Simon. Hoe mag? We vroegen ons af waar u hem zou willen hebben. Hebben? Rustig aan. Rustig aan. Daar? Zo goed. Als u nog wensen heeft, dan horen wij het wel, hè. We gaan de bloemen halen. Dag. Jezus. Godfried Lammers, wat aardig van u dat u gekomen bent. Zoals altijd een volmaakte gastvrouw. U kunt naar de bij komen en een hand kussen. Is dat toegestaan, mevrouw? Ach, mijn hart zal breken. Kom. Maar desalniettemin. Godfried Lammers, geheel de uwe. Oh, meneer. Specialiteit 2-takt verbrandingsmotoren. Fietskettingen worden vervangen terwijl u wacht en dames bediend in bed. Dominee. Vader, ik heb gezondigd. Wat gaat mij dat aan, meisje? Ik heb mijn eigen zorgen. Ik weet dat u verschrikkelijk bent in bed. Ja, wat wilt u? Ik ben een ingenieur. Gaat u in geval van nood met een Engelse sleutel naar bed? Met een blauwdruk. Engelse sleutels zijn voor monteurs. Gogo, lieveling. Laten we hem meer verstandig komen. Best. Dit creatuur was niet mijn vader, niet mijn voogd, niet mijn broer, niet mijn vriendje en zelfs niet mijn geliefde. Zelfs dat niet. Je was een smerige, gemene stiefboer. Dat was je ook al, waar of niet? Geen familie. En toch ook weer niet helemaal geen familie. Er bestond tussen ons een soort verbijsterende bastaard semi-debi familieverwantschap. Mijn vader is per slotverrekening ook verliefd geworden op jouw moeder. Waarom zou ik dan niet verliefd worden op jou? Wij zijn dus verliefd geweest op elkaar. Nee, natuurlijk niet. Dat komt ook omdat jij een vervelende rotfan bent. En jij een lelijkheid. Wie weet wat er anders gebeurd zou zijn.
Heb jij het nooit vreemd gevonden, Gogo? Wat? Ik bedoel, heb je er wel eens over nagedacht dat wij precies dezelfde mensen hadden kunnen zijn, maar dan zonder stieffamilierelatie? Dat we elkaar hadden kunnen ontmoeten en stapelverliefd op elkaar kunnen worden. Ja, dat we nu zelfs getrouwd hadden kunnen zijn. Vastgeroest in de dodende klem van een huwelijk. Uitgesloten. Waarom? We zouden niet dezelfde mensen zijn geweest. Wat maakt het voor verschil voor ons dat onze ouders met elkaar getrouwd zijn? Geen enkel. Je hebt gelijk. Nou dan. Je was mijn type, zeker niet. Je wou niet dat ik jouw type was. Onzin. Ik ben een vrij man en bepaal mijn eigen keus. Precies. En je koos mij als zuster. Min of meer. Het was een soort komedie zonder einde. Als we in bed als stoeien waren, dan waren we broer en zuster. En als je danst op het schoolbal in het maanlicht, dan waren we geliefden. Als je in het bos op de paden blijft lopen, dan krijgt de boze wolf je nooit te pakken. Ik vraag me af hoe dicht die wolf eigenlijk op de hiel heeft gezeten. Of zouden we als we buiten de paden waren gegaan en ontdekten dat er helemaal geen boze wolf was? Ach, jij met je kikkergezicht. Je moet je zien, je bent fel over benen. En jij stinkt naar tabak en motorolie. Ik zal mijn mond houden voor wat er gebeurd is toen we 12 waren. Oh, dat? Dat telt niet. We hielden een kussengevecht en ineens was er geen kussen meer. Ach, er gebeurde niets. Niets om je druk over te maken, we zijn toch geen familie. Maak ze druk. Kinderlijk experimenteer. Ja, ja. Ja, ik moest er wel mee ophouden, ze sloeg alsmaar kruisjes. Wat? Jij krabbelde terug, lafaard, doetje. Omdat jij alsmaar kruisjes sloeg. De volmaakte verdediging. Dat deed ik niet. Nou en of. Niet waar. Ik deed het doorlopend. In gedachten. Kon jij mijn gedachten soms lezen? Ja. Zo. Wat hebben we dan ook weer gehad? Ja. Het is weer afgehandeld. Ga jij nou even weg, doen we het allemaal nog even over. Isis. Go, go! Is stemmig begraven. Weet u een smaakvolle uitvaart, dan ben ik uw man. Wat weet je van je toedelen blazen? Iedereen van hoog tot laag bezorg ik naar wens. Ik kan hem eenvoudig bezorgen en in barokstijl. Ik kan hem helpen aan een lijkwagen plus één. Ja, dat wil zeggen met één volgwagen. Voor tot en met 6 personen, de overledenen niet meegerekend. Ik kan hem helpen aan een lijkwagen met 2, 4, 6 of 8 volgwagens, als u dat wilt. Voor mij maakt het niets uit. De waardigheid, die blijft hetzelfde. Je kunt lelijk zijn, of mooi, recht of krom, rijk of arm, ja, zelfs arm. Voor mij maakt het niets uit. Jullie zijn voor mij allemaal gelijk. Wat er in die kist ligt, gaat mij niet aan. Het gaat om het ritueel. Ja, voor mijn part vul je met apennoten. Dat maakt voor mij geen enkel verschil. Ik laat hem in de grond verdwijnen. In het juiste gat en met het gepaste ceremonieel. Ongelooflijk democratisch. Democratisch. Ja, het ritueel maakt alle gelijk. Heel anders dan bij de geboorte, dat is iets verschrikkelijks. Verschrikkelijk? Oh ja, afschuwelijk. Ze komen zomaar met het hoofd eerst, of met de voeten, of als ik het zeggen mag, soms met het achterwerk. Ja, het is vies. Onzinnelijk, ja. En doodgewone vrouwen met het opgestroopte mouwen, die beredderen dat alsof ze doende zijn broodjes uit de oven te halen. Ja, waar is die finesse, juffrouw? Waar is de finesse? Zo heb ik het nog nooit bekeken. Dat doet niemand. Ja, juffrouw, als we eens gewoon in een kistje geboren konden worden.
Zou ik het hoofd van de familie misschien even kunnen spreken? Poppy bedoelt u? Die zit boven op zijn kamer te huilen. Hij zal zo wel beneden komen. Misschien kunt u intussen vast naar buiten gaan om uw rode hoed op te wrijven of zo. Je blijft wel van eraf, koude rotzak. Hij is niet koud, Robo. Hij is warm. Zo warm als wat, niet waar, meneer Kruisens? En hij doet alleen maar zijn werk. Als je terugkomt, dan geef ik hem een schop onder zijn kont. Een standaardreactie. Oh ja? Oh ja, zeer zeker. Och, trek het u niet aan, ik ben eraan gewend. Ja, u zou verbaasd staan over de beledigingen die mij zo nu en dan ten deel vallen. Ja, de mensen vatten het persoonlijk op, weet u. En bovendien brengt ze in verwarring en dat maakt ze weer nijdig. Ze vergeten dat ik alleen maar zo goed mogelijk mijn werk probeer te doen. Ja, iemand moet het toch doen, wat zouden ze anders moeten? Wat zou jij anders moeten, Gogo? Als je nog eens aanraakt, dan weg. Mensen zijn vreemd, juffrouw. Mensen zijn erg vreemd. Je zou denken dat ze blij zouden zijn met de wetenschap. Dat ze tenminste eenmaal in deze wereld zeker konden zijn van een beetje achting. Waardigheid. En noblesse. Ja, vreemd, zei ze, juffrouw. Denk er eens in. Krijsend komen ze ter wereld in alle mogelijke houdingen. En met wat? Wat hebben ze wat echt van hen is? Zeg me dat nou eens. Wat hebben ze? Waardigheid? Nee. Noblesse? Nee. Ervaring? Nee. Overtuigingen? Geen enkel. Een chemische formule. Ja, meer zijn we niet als we geboren worden. Een chemische formule met een paar instincten. Ja, en aan elke kant een gat, als ik het zo zeggen mag. Ja, weet u wat er gebeurt als je net bijkomt uit de narcose? Je doet wat je gezegd wordt. Haal diep adem. Je ademt. Spuug hierin. Je spuugt erin. Zo gaat het precies. Loop, leer je tafels, zeg je catechismus op. Doe dit en denk dat. Zo gaat het. Zo groeien we op. Van buitenaf overgepakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar waar is die mens die eronder zit? Waar is die werkelijke ik? Of u, juffrouw, of mij? Ja, dat is de vraag. Wel een parel, juffrouw. Wel een parel en probeer zijn kern te vinden. Wat vindt men dan? Een klein, toevallig trootje zand. Sodemieter, wat eruit! Voor mij is het allemaal hetzelfde. Daar wil ik op neerkomen. Ja, ik ben net zo goed een vakman, weet u. Ik neem het materiaal voor wat het is. En ik doe ermee wat ik kan. Ze komen in de kist. En niemand weet het verschil. En als ze het wel weten, dan houden ze mijn mond over. En wat bezorg ik deze bij wijze van spreken overgebleven korreltjes zand? Vrienden die om ze huilen. Echte tranen, weet u. Heel vaak echte tranen. Geestelijke die voor ze bidden. En volmaakt vreemden die een hoed voor ze afnemen als ze voorbij komen op straat. Ja, bloemen, muziek, wat wilt u nog meer? Een waardig ten graven gaan en niemand weet het verschil. En als ze het weten, dan houden ze hun mond open. Precies. U begrijpt wat ik bedoel. Democratie, dat is iets wat het is. Nee! Gogo! Nee! Ik vermoord hem. Mijn gladiator. Ize. Wat hebben ze je aangedaan? Geen enkel begrip, zie je. Alleen maar beledigingen. Maar het raakt mijn koude kleren niet. Ik heb toch het laatste woord. Tot straks, liefje. Hypocriet. Hij doet alleen maar zijn werk. Hij is gauw op een kromp, hypocriet. Bloed is dus je kind verpest het hele huis met zijn poepfijne manieren en goedkope frazen. Weet hij wat een groot verlies betekent?
Weet hij wat van? Jij moet blij zijn dat die aardige, betrouwbare meneer Kruijzers er is om je te helpen. Waar zou je zijn zonder hem? Kun je je indenken dat je nergens zou zijn als je bij al je verdriet over dat nog moest streven? Weet je wat meneer Kruijzers is? Hij is de lieve, zorgzame vader die het naakte, half slapend kind in een wollige blauwe deken wikkelt en ermee door de zee vecht, door de nacht. Jij was altijd al op een poëtische toer, hè? Ingenieur. Maar ik ben geen kind. Dat ben je wel. Alle reizigers zijn kinderen. Daarom hebben ze reisdekens nodig en warme dranken en reisleidsters om ze lekker warm in te stoppen. Kinderen met wijd open ogen, weerloos, kwetsbaar en zonder gevoelens. Zonder gevoelens? Waar heb je het over? Het is waar. Daarom is meneer Kruijzers hier. Om je in een reisdeken van ceremonieën te wikkelen en je rustig en ongemerkt van het begin naar het eind van deze vreemde, onwerkelijke dag te dragen. Tot je wakker wordt in een ander land waar geen ISIS meer is. Mijn kind, als jij je gezicht eens kon zien. Hij is helemaal niet zo belangrijk. Wat zou van zijn mooie ceremonie terechtkomen zonder de vakman? Die is waarachtig niet gemaakt van sinaasappelkistjes. Begraven zonnemers. Kan maar kotsen van ze. Tussenpersonen, meer niet. Dit is echt Hollands iepenhout. Geen West-Indisch veneer of van die andere rotzooi. Moet je die voegen eens zien? Ga je in het water laten van een schip? Dan gaat het net zo. Staat er een of andere duurwijf met een fles champagne in de handen. En niemand heeft er over de arbeiders. Daar is ze dan ook voor. Stop haar in kliktuigenpistool in de handen. En ze probeert haar zich echt mee aan te steken. Compleet gezwaarduwd staat. Precisiewerk. Daar komt geen plastic aan te pas. Je kunt hem doorzagen van je wilt, maar je zult er geen barstje in vinden. Dat zit lekker vast. Dat is wat je noemt innig verbonden. Kom maar eens hier. Moet je voelen. Zo'n werk kom je bijna niet meer tegen. Kwestie van ervaring, van vakmanschap. Voel hier maar eens. Zeg, wat doe je na de show? Oh, verdomme. Wil je dat echt weten, Freek? Interesseert het je? Ik, Hou je van me, Freek? Vind je me knap? Vergeet maar wat ik gezegd heb. Ik vind jou erg aardig. Je bent zo door en door levend. Begrijp je wat ik bedoel? Wil je me thuis brengen naar de show, Freek? Daar is wel wat op te vinden. Wil je me thuis brengen en de hele lange, lange nacht bij me blijven? Maar ik... Ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je. Ik ken je niet eens. Je bent... Een traan, Freek. Je schrijft door een dood meisje voor een vreemde. Maak er maar een kistje voor, om hem te bewaren. Met een luchtdicht deksel en speciaal gezwaluw staart te naden. En als je de volgende keer met je meisje in het gras ligt, op een warme zomeravond, met in de verte het gedreun van het verkeer en die aparte geur van haar adem, denk dan aan mij, Freek. Alleen. In die kille grond. Denk aan mij. En aan al die ongekende mogelijkheden die nooit verwezenlijkt zijn. We gaan een kop koffie drinken.
Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Waarom lacht u oom uit? Zeg eens dag tegen al die aardige mensen, moeder. Ze zijn allemaal gekomen om u te zien. Geef ze eens een levensteken. Laat maar een windje voor ze. De oude vrouw, symbool van de wijsheid der eeuwen, onder ons gezegd en gezwegen, ze lijdt aan de ziekte van deze tijd. Geen contact met haar omgeving. Kunt u mijn horloge horen, moeder? Kunt u mijn hand zien? Ja, misschien kan ze het wel en misschien kan ze het ook niet, maar één ding weet ik zeker. Hieronder zit ze ergens, geloof ik. Ik heb hier... Oom Huip! Waarom lacht u toch? Voor jou, ze maar. Hij wil het me niet zeggen. Oma, ze is zo'n 150 jaar oud. Ze leeft in het verleden, boven. Leeft? Dat kan het personeel voor ons doen. Haar kamer is volgepropt met bruine familiefoto's en kunstfruit onder glazen stolpen en roestkleurige pluche en een lucht. En een paar verschrompelde schedels natuurlijk en een massa schunnige literatuur. De annalen van de oorlog in Atjeh, 29 jaargangen van de vrouw van de wereld. Allemaal dummies natuurlijk met binnenin vieze plaatjes. Ze wou per se naar beneden komen. Tegen de protesten van de hele familie in. Ze is zo versleten dat ze alleen maar uit perversiteit bestaat. Ze is een soort kankergeest. Eigenlijk moest ze dood zijn. Op een dag zal ze doen wat haar gezegd wordt. En dan zal ze uitgaan als een nachtkaars. Er zal niets meer van haar overblijven als een verschrompelde cocon. Zo licht als een veertje. Een cocon die je in de palm van je hand kunt leggen en wegblazen in de wind. Toen ik geconcipieerd, oftewel verwekt werd, stikten mijn ouders van het lachen met het gevolg dat de kunstmens werd geboren met een mop in plaats van een ziel. En omdat de ziel het lichaam vormt, stak die moppenziel net een lollige kanker naar alle kanten zijn tentakels uit. Totdat tenslotte deze bastaard, deze windbuil, veranderd was in een doodgewone, ingewikkelde, diepzinnige, belachelijke, martelende mop waar geen eind aan kwam. Het is natuurlijk te lang om te vertellen, en door het vertellen gaat er de aardigheid af, maar laat ik er toch iets over zeggen. Er was dat echtpaar, weet u wel, en het liet zich inschrijven in dat hotel de eerste nacht van een huwelijksreis. Ze waren pas getrouwd, begrijpt u, maar ze waren niet helemaal onschuldig. Niet onbevlekt, zou je kunnen zeggen. Maar om kort te gaan, toen ze elkaar 5 jaar later, nadat er het nodig aan vooraf was gegaan, niet meer konden luchten of zien, gebeurde wat gebeuren moest. Ze gingen scheiden. Waarop deze man terugdacht aan een gevoel van verrukking, als van vlammen van engeltjes in zijn binnenste, dat hij al of niet terecht in verband bracht met een herinnering. Een traan die blonk aan de wimpers van een meisje. En het vreemde was dat tegelijkertijd datzelfde gevoel weer een heel andere herinnering opriep. Deze man staarde naar de gedaante van onze lieve Heer aan het kruis en werd zich als in een bliksemflits van zijn ware roeping bewust. Een roeping die, het is overbodig dat nog te zeggen, niet in vervulling ging wegens het zien van een traan op het gezicht van een meisje. Resultaat? Hij haalde stilletjes een doosje manille sigaar uit zijn zak. Stak er een op. En hij dacht na over het feit
dat ditzelfde hoopje oud perkament en verkalkte botten door middel van een hartstochtelijke conceptie, onmenselijke barensweeën en een keizersnee voorbrengster was van deze man. Hem strak aanstaande met ogen zonder een spoor van herinnering of begrip, waaruit twee passieloze tranen dropen, terwijl de oude dame, niet bij macht haar eigen vocht op te houden, langzaam uitdroogde tot ze niet meer was dan een gerimpelde cocon. Een cocon die hij in de palm van zijn hand kon leggen en wegblazen in de wind. Niet zeggen, het is mijn sneeuwprinses, mijn ijsmeisje, mijn kleine appelsnoetje. Waar is ze nou? Waar is mijn sneeuwprinses? De boze wolf heeft honger en wil eten. De pan staat op het vuur en het water is in de pan. En winterpeeën en uien en aardappels en pruts, pruts zegt de hutspot. En het enige wat nog ontbreekt is een mooi sappig stuk vlees. En ik geloof dat ik weet waar ik dat kan vinden. En ik heb jou! Bomhuid, buitengewone Pias. Mijn stiefmoeder. Mijn moeder. Mijn zuster Agnes met het hart van steen. Op een dag, zei hij, als je me niet weer zult willen zien, zal ik je 10 witte rozen sturen. Ik leg mijn hand op zijn mond, maar hij praatte maar door. Als je me niet meer zult willen zien, zal ik je 10 witte rozen sturen. 1 voor elke maand dat wij elkaar gekend hebben. En elk jaar opnieuw zal ik je er 10 sturen. Elke roos zal ik zelf uitzoeken. Dan weet ik zeker dat hij volmaakt is. Zodat in de jaren die komen, het uitkiezen van deze rozen steeds een glimp van herinnering zal oproepen. Zelfs al ben ik alles vergeten, kan ik me niet eens herinneren hoe je eruit zag. Of hoe je stem klonk. Of hoe je huid aanvoelde onder mijn handen. We lagen in bed toen hij dat zei. Maar aan een mogelijkheid als deze heeft hij natuurlijk nooit gedacht. Wat vindt u ervan, oma? Oma kwam altijd de badkamer binnen als ik in bad zat. Het was een soort afspraakje tussen ons. Ze heeft me als het ware groot zien worden in die badkamer. Waarom worden ze groot? Waarom? Dan zei ze, sta eens op, meisje, laat me eens bekijken. Ik was net Grietje in de kooi. De boze heks die wachtte tot ik dik genoeg was om te worden opgegeten. Alleen, ik ben nooit dik genoeg geworden. En oma, die is vegetariër. Alle mensen, wat was dat kind mager. Net een man van de tak. Zou je nu wel roken, Huip? Waarom niet? Godfried rookt geen sigaar, Huip. Zijn sigaretten soms gewijder dan sigaren?
omdat ze uit het heidense Manila komen. Vind je dat, Douglas? Of geven sigaren je meer aanstoot dan sigaretten? Komt dat omdat ze uit het heidense Manila komen? Ik weet best wat ik bedoel. Het zou iemand kunnen hinderen. Jan of Isis? U bent verschrikkelijk. Het enige waar ik me werkelijk zorgen om maakte op de dag dat ik besloot mijn maagdelijkheid te verliezen, was dat oma me de volgende dag in de badkamer zou bekijken. Volkomen dwaas eigenlijk, want het was nou ja niets. Toen Gogo me de quickstep leerde, vond ik dat heel wat opwindender. Nou, het is hartstikke makkelijk. Je zit gewoon 1 voet naar achter, 2 zijwaarts en dan weer naar voren. Ja, wel ontspannen, hè? Je houdt je hartstikke stijf. Nee, ik ben ontspannen. Je moet me zien, je lijkt wel een van die marionetten. Je neemt alles veel te zwaar op. Moet je hem horen, de man van de wereld. Fruit, je biechtvader kan je toch niet zien. Oh, hou op, Gogo. Langzaam beginnen, naar achter, zijwaarts, zijwaarts en naar voren. Goed zo. Ja, zie je wel? Ja. Jezus, had die verdomde Sint-Augustinus van jou de quickstep al gekend, dan had hij al die lari tenminste niet hoeven schrijven. Lari, lari. Oh, hou op, Coco. Met sommige dingen mag je niet spotten. Alles is bespottelijk, schattebout. Ben je nou helemaal? Gogo! Moet je me nou tot in de eeuwigheid, Judas? Zal ik jou eens wat zeggen, meisje? Je was een echt warlord. Waarom maakten wij altijd ruzie? Ruzie? Waar heb je het over? Ben je nou vergeten? Ah, wij debatteerden. Dat is heel iets anders. Wij hadden intellectuele discussies. Wij konden heel goed met elkaar overweg. Als je nagaat wat een neurotisch kind jij was. Intellectuele discussies. Toen we 8 jaar waren. Wie heeft het erover toen we 8 waren? En toen begon het, toen ik kwam. Van de eerste dag begonnen we ruzie te maken. Ach, onzin. En de pyjama's dan? Pyjama's? We maakten ruzie wie zijn pyjama de mooiste kleur had. En of je het spelde met Y of met een lange I. En jij gaf me een klap. Noem je dat soms ook een intellectuele discussie? Dat waren orthografische en kleurtechnische discussies. Trouwens, kinderen maken altijd ruzie. Dat is hun manier van uitdrukken. Ik heb het over nu. Over nu? Ach, je weet best wat ik bedoel. Wij hadden goede vrienden. We maken nooit ruzie. Net als die keer dat jij je fiets aan het maken was. En ik een sleutel naar je kop smeet. En het garageraam eraan ging. Ja, als ik geen duik had genomen, dan was mijn koper afgegaan. Dat was mijn bedoeling. Ja, dat was jouw manier van discussiëren. Vrouwen komen soms logica tekort en dan stellen ze het evenwicht met een Engels sleuteltje. Flauwekul. Niks flauwekul. Je kunt wel op de vast voor een van de kletsgesprekken over de biecht. Trouwens, jij was die hele dag nog al over je toeren heen. Ik realiseerde me eigenlijk niet dat... Dat heb je nooit gedaan. Ja, laten we het daar nog niet over hebben. Een of andere klungel heeft tas in de kist laten vallen. Gogo! Isis, mijn arme gestorven zusje. Mijn moeder was een West-Indische. Aan deze kant van de oceaan zeggen ze dat ze een kreng was. In elk geval nam papi een nachtvliegtuig terug naar Holland. Ik geloof dat ik ze wat meegesmokkeld werd. Ik moest mijn poesje achterlaten. En mijn poppen. En mijn grote verfdoos. En Floor, mijn zeeschildpad. En nog een heleboel andere dingen. En mijn moeder. En hier? Hier kreeg ik een nieuw poesje. En een nog grotere verfdoos.
En weer een zeeschildpad. Oh nee, een landschildpad. En haar. Agnes. Poppen konden me niets meer schelen. Het was een moeilijk kind. Het was een schat van een kind. Ik kan het weten, Lui. Ik moest haar opvoeden. Het is heus niet voldoende haar even op je knie te nemen en sprookjes te vertellen. Ik beweer alleen maar dat... Ieder kind zou moeilijk zijn geweest onder die omstandigheden. Ik neem het haar niet kwalijk. Hoe kun je een kind iets kwalijk nemen? Ik zeg je toch dat ik dat niet doe. Ik wist precies waar ik aan begon. Toen ik Eduard voor het eerst ontmoette en hij haar levensgeschiedenis vertelde, stond ik versteld. Ik zei hem dat het onverantwoordelijk van hem was om zo'n situatie te scheppen voor een kind dat toch al zo in zichzelf gekeerd moest zijn. Pff, moet je haar horen? Waarom? Een hysterische moeder. Enig kind. En Eduard was vader. Wat had ze anders kunnen zijn? Goddank dat de moeder vlak nadat hij hier kwam in een inrichting opgenomen werd. En dan zou er nog een onsmakelijke gerechtelijke touwtrekkerij van gekomen zijn. Dat soort processen is soms van een vreedheid niet te geloven. Kan jij je voorstellen wat het voor een kind betekent af te moeten wachten tot de rechtbank uitmaakt of het van zijn vader of zijn moeder moet houden? En wat had Eduard anders moeten doen met zo'n vrouw? Wat voor vrouw? Jezus, nog een toe, Agnes. Volgens alle verhalen was al het... welke verhalen? Je kent maar één verhaal, dat van Eduard. Niemand heeft die vrouw ooit gezien. Jij net zo min als iemand anders. Ja, als je twijfelt aan de woorden van je eigen man. Oh, praat geen onzin, Huip. Agnes is een vrouw zonder liefde. Ze loopt over van begrip, maar ze weet niet wat liefde is. Ik heb jou niet nodig om voor mijn moeder op te komen. Maar je zei zelf dat ze hysterisch was. Ik zei dat ze hysterisch was in medische zin. In medische of niet medische zin, Agnes, een vrouw die in staat is... Wat wil jij eigenlijk beweren, Huip? Probeer je een soort helvink van me te maken? Ik was 8 jaar toen ik in Agnes de grote koude huis kwam. Ik zat opgesloten in de wc. Ik kon de deur niet meer open krijgen. Ik zat er een eeuwigheid. Ik was te bang om te roepen en wachten tot papi zou komen om me te verlossen. Toen kwam zij. Ik hoorde die koude, gevoelloze stem en ik stierf van binnen. Toen ik eindelijk de deur open kreeg, had ik geen adem meer. Ik was kapot van binnen. Dood. De kwestie is dat jij een romanticus bent. Je stelt gewoon, Isis was een lief kind en haar moeder een hysterisch kreng. En daarmee basta. Dat maakt het leven natuurlijk heerlijk eenvoudig voor je. Maar net als alle romantici heb je totaal geen wilskracht en verantwoordelijkheidsgevoel. Jij denkt dat jij uit te maken hebt welke mensen je als mensen kunt beschouwen. En welke je kunt laten vallen als krengen, dwazen en krankzinnigen. Jouw vrouw was een kring, dus ging je van haar scheiden. Oh, laten we de zaak niet omdraaien. Zij ging van mij scheiden. Nadat jij was gesmeerd naar de West voor maar liefst 10 jaar. Net als Eduard. In jouw ogen ben ik een harteloze helveeg. Daarom val je mij altijd af. Maar jij laat me... Jij laat mij toch ook vallen? Ik heb te veel eerbied voor de werkelijkheid om iemand te laten vallen. En zeker niet iemand die ik nooit heb ontmoet. Die kennelijk aan zielskwelling leed. Aan zielskwelling leed? Oh, noem het zoals je wilt. Dacht je dan dat er niets gebeurd was? Gebeurd? Eduard is toch met haar getrouwd? Ja. Hij is met haar getrouwd en... Dat was een fout. En toen kwam Isis. Was het je soms liever geweest als hij die fout niet had gemaakt? Nou, Huip? Agnes?
de ellende met romantische mensen. Ze kiezen uit wat ze bevalt. En merken niet eens wat ze er verder allemaal kapot mee maken. Agnes, mijn stiefmoeder, ze heeft geen hart. Als de fout eenmaal gemaakt is, is het geen fout meer. Maar een feit waar rekening mee gehouden moet worden. Zoals ik. Ik was dus een feit waarmee rekening gehouden moest worden. Ik noem Eduard geen dwaas omdat hij met haar getrouwd is. Maar omdat hij het niet aanvaarde als een feit. Woorden. Maar als een fout, net als jij. Waar op de duur wel op de een of andere manier onderuit zou kunnen komen. Menselijke verhoudingen zijn geen stukken touw die je door kan knippen. Als er te veel knopen in komen. Als je touw doorknipt, is de persoon aan het andere eind nog niet verdwenen. Wat er met Isis is gebeurd? Wat er met Isis is gebeurd, is dat ze dood is. Het touw is doorgeknipt. Het was een lief kind. Een schat van een kind. Het was een engeltje gemaakt van luciferhoutjes. En ze woog niets, helemaal niets. Alleen door het gewicht van haar kleren bleef ze op de grond. Als ze op mijn schoot zat, dan moest ik haar vasthouden, anders dan... was ze weggeblazen als een pluis in de wind. Er was eens. Het is wel een merkwaardig soort sympathie, Agnes, dat je op weet te brengen voor een vrouw die haar eigen kind doorlopend rot sloeg. Dat had hij alleen maar van mij gehoord. Kan ik een kind dan niet meer vertrouwen? Romantische oma. Ze is betrouwbaarder dan kinderen. En ooms. Wij vertellen elkaar zulke prachtige sprookjes. We wonen samen in een sprookjesgrot. Er was eens, toen je in je blauwe pyjama op mijn knie zat. Verstopt. In een toverwolk van sigarenrook, waardoor we onzichtbaar werden voor de wereld der stervelingen. Met uw glimlachend, rood tovergezicht, vlak bij het mijne. En uw ruige, zachte tovenaarshanden, die mijn haar veranderden in goud. Er was eens een machtige tovenaar en een toverprins met toverkracht. En een stiefmoeder. En een prinses die ging slapen voor wel 100 jaar. In het toverwoud, toegedekt met bladeren. Toegedekt met rozenblaadjes die neerkwamen dwarrel uit de hemel in de tovertuin. Uw ogen staan vol tranen, oma. Dat is om je beter te kunnen zien, zei de wolf. Waarom zoent u me zo? Om je beter te kunnen opslokken, zei de wolf. Mijn moeder sloeg me altijd. Dat was het minste wat ik kon zeggen om de tranen in oom Huib's ogen waar te maken. Op een dag heeft ze het ook bijna gedaan. En de wolf slokte haar op. Arme oom Huib. In wat voor duister wereld bent u terechtgekomen door uw romantiek? Mijn vader. Voor wat de bloemen betreft... Zijn hart is gebroken. Daarover moet u natuurlijk beslissen. Ja, ja, natuurlijk. Ik vond hem altijd nog aan een zak. Als hij in godsnaam maar niet afknapt. Papi is een sentimentele Hollander. En dat is een ongelukkige combinatie. Hij is natuurlijk altijd heel wel gemanierd. Als het nodig is, schakelt hij over op zijn automatische ik. En dan loopt hij verder machinaal op zijn goede manieren. Zoals nu. Het verhaal gaat dat... Dat je op een keer op een feestje was uitgenodigd dat op een orgie uitdraaide. Voorzichtig liep je tussen de BH's door die overal op de vloer lagen naar de gastvrouw die ook op de vloer lag. Hij bedankte haar keurig netjes en vertrok zonder ook maar iets van zijn welgemanierde waardigheid te verliezen. Van binnen zijn nu alle dijken doorgebroken. Alle logica is zoek. De wet van oorzaak en gevolg. Tussen de doorgebroken dijken klotst en kolkt zijn verdriet. Het beukt tegen de schulp van zijn goede manier. Het zoekt een uitweg. De bloemstukken die zullen worden meegevoerd op het dak van de wagen. Alleen de paar bloemstukken die u daarvoor in aanmerking vindt komen, die zullen worden neergelegd op het deksel van de kist zelf.
Ja, een plaats die gewoonlijk wordt gereserveerd voor de bloemstukken van de naaste bloedverwanten. De naaste bloedverwanten, ja. Van organiseren heeft u de bal op stand. Toen dat de plaatje de pijpen ging, moest Isis en ik de zaak opknappen. We zaten de hele dag in de openbare leeszaal alle mogelijke formaliteiten van begrafenisceremonieën door te werken. Totdat we wisten hoe het moest. We maakten zelfs een tekening van het kerkhof op schaal om de indrukwekkendste opstelling van de rouwdragers uit te dokteren. Die begrafenis. Jullie van een leien dakje. Al was het dan ook maar een gewone protestantse begrafenis. Familie en vrienden? Familie en vrienden. Deze. Van oom Huip. Ter nagedachtenis aan mijn apensnoetje. Dat ik kapot heb gemaakt. Nee, dat is niet waar. Volhouden nou, papi. Nog een paar minuten. Deze. Zijn lelies. Ter liefdevolle nagedachtenis. Zo correct. Volhouden nou, hè. Volhouden, hè. De... Nog een paar minuten. We gaan dadelijk weg. Ik, Voor Isis. Mag ik ook komen? Zo'n loze blosje bloemen. Dat je nooit zal zien. Nog een boeket misschien. Nee, die niet. Niet haar aan je lieren. Dat is wel voldoende, lijkt me. Klaar? Klaar. Ik wil rozen. Ik wil mijn witte rozen. Luister naar me. Je hand is koud.
Mijn ziel blijft hopen op zijn woord. Mijn ziel blijft smachten naar de Heer. Toen ik geconcipeerd werd, stikte mijn moeder hier van het lachen. Ja, ik geef toe, het is moeilijkheid je nu voor te stellen, zowel het stikken van het lachen als de conceptie. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. U zult zich dit plekje nog wel herinneren, moeder. Je zult je hier thuis voelen, ja. Let eens op de tracering van de ramen en op de typisch Nederlandse kruisribgewelven en op de karakteristieke koolbladkapitelen. En moeder, let vooral op die beschadiging van die fraaie gebeeldhouwde eiken deur. Ja, die kras, die is waarschijnlijk veroorzaakt door de doodkist van uw man. Of was het uw vader? Of was het mijn broer? Laat één windje voor ja en twee voor nee. En waar is mijn sneeuwprinses, mijn ijsmeisje? Wat zullen we nu eens als tekst nemen voor vandaag? Wij zijn er alleen maar op uit het u naar de zin te maken. Wat vindt u hiervan? Vraag u nooit af voor wie de klok luidt, want zolang u het nog kunt horen, moet het voor iemand anders zijn. Hoe vindt u die? Ik ken er nog veel meer. Ik was kind aan huis in de sacristie. Ik ben vleeselijk verkocht aan de zonde. Ja, het gaat niet zozeer om de tekst, als wel om de manier waarop het gezegd wordt, begrijpt u? Ik was bestemd voor de kerk, niet waar, moeder? Jezus kwam en hij liet een boodschap achter. Maar jammer genoeg had ik al een afspraak. Hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen, o Heer. En hoe wonderbaarlijk zijn de werken van uw hand. Hetgeen te bewijzen was. Mijn ziel vertrouwt op de Heer. Mijn ziel wacht op de Heer. Mijn ziel is bij Heer. Je bent nog magerder dan anders. De volmaakte gentleman. Wij dachten dat jij pas over een week thuis gekomen. Je bent nog niet van de hogeschool afgetrapt, hè, lastig loeden. Zou je dat gek vinden? Ach, ik weet niet. Met die dingen moet je handig zijn. Ik heb er in elk geval mijn uiterste best voor gedaan. Aan mij is nooit gelukt, dus van jou had ik het zeker niet verwacht. Opschepper. Heb je de oude lui al gezien? Nog niet. Ze waren uit toen ik aankwam. Maken ze het goed? Hangt er vanaf wat je goed doet. Gewoon, ze pesten elkaar langzaam dood. Wie pest wie dood? Ach, ze modderen wat aan. Oh ja, de mijne heeft de pols verstuikt. Verschrikkelijk. Bij het openmaken van een blik zuurkool. Nader breekt de valken nog. En hoe gaat het met jouw studie, liefje? Nog altijd maagd? Moet je hem horen? Kan jij nog altijd niet tegen kittelen? Hè? 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 Hou op! Geef
zijn ze komt op de modder. Kijk naar je ogen. Nooit, nooit. Ik geef op. Nou, moet je zien hoe mijn jasje eruit ziet er ook, Krijn? Verschrikkelijk. Mijn, je weet wel, verloor ik al eeuwen geleden. Ik heb het je nog verteld. Hé, maak het je weg, kom van. Hou je niet van deze positie, schat? Schat, slet. Nou, waar was je nou zo goed thuis? Kom jij van de bibliotheek? Hoe raak je het zo? Of is het een geheim? Zou ik voor mijn geliefde broeder geheimen hebben? Nou, als je die niet hebt, dan moet je wel wat vervelen. Oh, dat doe ik dan ook. Waarom? Omdat ik er zin in had. Uiteindelijk analyse van het belastingvermogen van gewapend en voorbespannen beton. Is dat erg schunnig? Hoe bedoel je omdat je er zin in had? Gaan alle krachten door één punt, dan moeten de drie componenten van de resulterende kracht nul zijn. Is er iets aan de hand? Ach wat? Ik ben een week eerder thuis gekomen, dat is alles. Je hoeft toch niet zwanger te zijn van de rector magnificus om een week eerder thuis te komen? Mooi zo. Wat een fantastisch beeld op dat op, zeg. Per kano de Nijl af. Even voor bespannen beton zeker? Ja, precies. Ik was bang dat ik gek zou worden als ik daar nog langer bleef. Ze zijn er allemaal zo groen. Wie? De studenten. Iedereen. Waarom voel ik me zo veel ouder als zij? We zijn toch allemaal even oud? Oh, hoe is het? Geef me een sigaret. Ik dacht dat je ermee opgehouden was. Ik rook vanwege de vaste. Zo, je bent nogal... Wat? Je bent nogal opgewonden, hè? Vind je? Ja, merk je dat dan zelf niet? Zie je, er zijn daar maar twee mensen waar ik werkelijk mee kan praten. Ik bedoel, die werkelijk iets schijnen te begrijpen van die dingen. In plaats van dat oppervlakkige gedoe, die stomzinnige grappen. Is twee niet genoeg? Wie zijn het? Nou, die ene is een priester. Oh, God. Hij heeft me geweldig geholpen. Je hoeft me heus niet te zeggen wat je denkt. Nee, zeg dat wel. Ik dacht dat ik jou een paar jaar geleden bevrijd had met de klauwen van die troep. Wat ben je toch bekrompen? Alleen omdat ik zeg... Geen wonder dat jij er weer uitziet als een zenuwpatiënt. Wat die heren jou weer eens onder handen gaan nemen. Ach, doe niet zo belachelijk. En dan zeggen ze nog dat een edelsteen twee keer stoot op dezelfde steen. Dus het is weer het oude liedje met je. Nou, die moeite die ik aan je besteed heb. Ik heb alleen maar gezegd dat ik die priester heb ontmoet. Ja, ja. Ik was nog te jong toen. Ja, goed. Er waren een heleboel dingen die ik niet begreep. Kom, ik ben naar binnen. Ik heb een nieuwe grammofoonplaat. Die moet je horen. Jezus. Je ziet eruit als een geest. Wat gaat jou dat aan? Maar Jezus. Liefje, als je nou weer met die flauwekul begint, hè? Wees dan in godsnaam eerlijk tegenover jezelf. Ik bedoel, kom niet aanzetten met die onzin van de jongen te begrijpen en zo. De meeste mensen laten die zwendel voor wat ze is als ze in de puberteit toe zijn. Maar als je nou per se in de knoop wil raken. Zeg dan tenminste, ik wil nu eenmaal in een hoop flauwekul blijven geloven. Isis? Wat voor plaat? Plaat? Je nieuwe plaat. Oh, Monk. Wat? Nee, niet wat. Wie? Thelonious Monk, dat is een jazzpianist. Ik weet dat het een jazzpianist is. Laat me met rust, Gogo. Een tijdje. Goed, voor mijn part is het een hoop flauwekul. Maar ik heb iets nodig. Iets wat ik nergens anders vinden kan. Ik heb het nodig.
zit in jouw hoofd, hè, meisje. Ik lees Percano de Nijla. En jij Thomas Akempis en Thomas van Aquino. Maar ik wou, hè, dat we onszelf allemaal de 20e eeuw konden sleuren en al die mystieke kletsmeijers daar laten waar ze thuis horen. Ik bedoel, het is niet jouw schuld dat je naar een non-internaat hebt gestuurd. Maar we pokken en godsdienst kun je nog niet. Hou op! Wie is die ander? Die andere wat? Nou, die andere met wie je praten kan natuurlijk. Oh, die? Hij is... Een van de lectoren is heel interessant. Ken ik hem? Nee, dat geloof ik niet. Hoe heet? Zeg je toch dat je hem niet kent? Hij is op pas. Getrouwd? Ja. Dat is niet zo mooi. Oh ja. En wie was eerst? Wie? Nou, hij of die priester natuurlijk. Dus het een doen en het andere niet laten, hè? Zit daar niet iets tegenstrijdigs in? Zou je het kunnen noemen, ja? Je hebt altijd al een sterk gevoel van dramatiek gehad. En wat zegt jouw allesbegrijpende priester er allemaal van? Ik heb het hem niet verteld. Oh, ik dacht dat je zei dat hij zo hulpvaardig was. Niet wat dat aangaat. Ik veronderstel wel dat je weet wat je doet. Natuurlijk weet ik wat ik doe, maar jij me soms raad geeft. Waar heb je nog zeker je priester voor? Nou ja, goed. Laten we maar geen melodrama van maken. Je schrijft die man een brief. Je hebt de hele vakantie om eroverheen te komen. Ja, je kent natuurlijk zijn adres. Hoor eens iets, het is afgelopen. Ik heb het geprobeerd. De vorige vakantie al heb ik het geprobeerd. Eén van de twee zal je ook moeten geven, meisje. Ik ken jou. Je zult jezelf in tweeën scheuren. Kom, ga naar binnen. Als gij let op zonden, Heer, Heer, wie zal dan stand houden? Ik moet je erop wijzen, Eduard, dat je een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover haar hebt. Je bent nu eenmaal haar vader. Je beseft toch in wat voor gevaarlijke situatie ze is? Drinkt er iets van wat ik zeg dat je door, Eduard? Ze heeft jou zeker niets verteld. Nee, ze heeft mij niets verteld. Nou, dan zal ik het je vertellen. Zoals je weet wonen daar vrienden van. Die hebben een zoon aan de universiteit. Hij heeft het hun verteld. Zij hebben het mij verteld en nu vertel ik het jou. Dan weet iedereen het dus. Helemaal niet iedereen weet het. Het is een geluk dat wij het weten.
Die jongen is toevallig een heel goede vriend van Isis. Maar zuiver platonisch. Ze vertrouwt hem. Een mooie goede vriend die alles aan iedereen verder vertelt. Hij heeft het zijn ouders verteld omdat hij bezorgd was, Eduard. Omdat hij vond dat er iets aan gedaan moest worden. En omdat hij wist dat zijn ouders het mij zouden vertellen. In haar privéleven heb ik Isis altijd vrijgelaten. Eduard, je hebt haar niet vrijgelaten toen ze geconcipieerd werd. Of wil jij die verantwoordelijkheid ook nog omtrekken? Je weet heel goed wat ik bedoel. Je hebt in haar privéleven ingegrepen bij alles wat je ooit gedaan hebt. Je bent haar vader. Je hebt haar privéleven gemaakt. Je hebt haar gemaakt. Kun je dat ook nog van je afschuiven? Zoals je dat met haar moeder hebt gedaan. Je wordt bedankt. Als ik een mogelijkheid zag iets anders te doen en jou iets te laten doen, dan deed ik het. Wat weerhoudt je? Je weet heel goed wat me weerhoudt. Jammer genoeg is gezond verstand niet voldoende. Ze moet het horen van iemand die ze... vertrouwt. Je weet dat ze een hekel aan me heeft. Je hebt anders altijd beweerd... Dat heb ik altijd beweerd, omdat het altijd zo geweest is. Ik probeer de feiten te zien, Eduard. En ik wil dat jij de feiten ziet. Ik verwijt haar niet dat ze een hekel aan me heeft. Dat wijt ik aan de omstandigheden. Ik heb altijd mijn best gedaan om te begrijpen. Prettig met haar rond te gaan. En dat is me niet gelukt. Ook dat is een feit. Ben je ooit echt lief voor haar geweest? Ik heb mijn best gedaan om haar te begrijpen. Maar daar gaat het trouwens niet om, Eduard. Waarom dan? Isis heeft een verhouding met een van de lectoren. Ja, jij denkt natuurlijk dat zoiets leuk is. Leuk en romantisch. Een kind dat verliefd is op haar leraar. Bedunkt dat dat alleen Isis aangaat? En gaat het ook alleen Isis aan als hij in een zenuwcrisis terechtkomt? Nee. Die man is getrouwd. Zijn vrouw weet het. En Isis weet dat zijn vrouw het weet. Hij heeft alles uitgelegd aan allebei. Weet wat? Dat ze met elkaar naar bed gaan. Dat ze in het weekend samen hopen in derderangs hotelletjes. Wat moet ik nog meer zeggen? Volgens mijn inlichtingen lijkt te veel op jou. Charmant. Aantrekkelijk. En ongelukkig. Een man die medelijden opwekt. En egocentrisch. Onbetrouwbaar, onverantwoordelijk. Dank je. De opmerkingsgaven van de zoon van je vriend mag er wezen. Ik heb zelf mijn conclusies getrokken. Zo. Nou, je hebt het me verteld. Je wilt er niets aan doen? Ze is mijn dochter, Agnes. Ik zal er met haar over praten. Als ze dat wil, tenminste. Jij houdt niet van mensen die lak hebben aan alle conventie, hè? Eduard, jij bent de meest conventionele man die ik ken. Ben je daarom met me getrouwd? Ik ben met je getrouwd omdat ik me sterk genoeg voelde met je te trouwen. Zonder er zelf onderdoor te gaan. Niet uit liefde? Ik ben met je getrouwd. Is je dat niet genoeg? Zoals altijd is het gesprek weer bij jou aangeland. Het is best mogelijk dat ik conventioneel ben. Maar ik veroordeel andere mensen... Ik veroordeel haar niet. Het zijn niet mijn conventies. Maar ze bestaan als feiten. Ze bestaan als feiten in Isis leven. Veronderstel je dat het er daarom te doen is? Oh god, Eduard, dan ben je toch een idioot? Weet je wat ik zo bijzonder prettig van jou vind? Jij houdt het gesprek altijd zo algemeen. Zouden we nu niet eens een keer over Isis kunnen praten en niet over onszelf? Ik moet je teleurstellen. Je dochter heeft geen vrijgevochten natuur. Was mij geheel rein van mijn ongerechtigheid. En zuiver mij van zonde. Ja, ik herken mijn schuld. Want mijn zonden staan mij steeds voor ogen. Wat zou je dan nog zo graag willen? Ik wil alleen maar dat ze een persoonlijkheid wordt. En wat bedoel je daarmee? Iemand die in staat is volledig van zijn egoïsme te genieten? Iets wat jou nooit helemaal gelukt is? Als je over Isis wilt praten, praat dan over Isis. Oh, Eduard, op deze manier maakt Isis zichzelf kapot. Ze heeft een vrijgevochten natuur. Ze is heel conventioneel.
Alleen met conventionele normen kan het zichzelf rechtvaardigen. Veronderstel je dat het haar daarom te doen is? Begrijp je nu werkelijk niet dat dat nu juist de drijfveer is van alle doen en laten? Ja, maar je hebt het niet voor het zeggen op wie je verliefd wordt. Goed. Je hebt het me nu verteld. Ik weet het niet. Weet je wat er gebeurd is? Iets heel bijzonders. Ik ben volkomen, volmaakt, gelukkig. Ik voel opeens geen honger meer, geen kou. Kan me niet schelen wat er met me gebeurt. Ik verlang niet naar hem. Misschien slaap je wel. Ik voel hoe mijn hand tegen je arm ligt. Maar ik hoef mijn hand niet op te tillen om je huid te strelen. Het is net of ik in een kristallen bol terechtgekomen ben. Daarbuiten gaat de wereld gewoon door. De mensen doen elkaar pijn en schreeuwen. Alleen hebben ze mij eventjes vergeten. Ik ben volledig. Ik ben rustig. En bang om me te bewegen. Lieveling, slaap je? Hey, nee, lieveling, nee, ik wil er niet over praten. Nee, nu niet. Later praten we erover. Alsjeblieft. Ik ben blij je weer eens te zien, Isis. Kom, ga zitten. Ja, ik begon me af te vragen wat er van je terechtgekomen was. Opgegeven bedoel je? Nee, wij geven nooit iemand op. Wij kunnen het ons veroorloven om te wachten. Ik hoef je zeker niet te zeggen dat ik voor je gebeden heb. Je ziet er slecht uit. Heb je me iets te zeggen? Weet je, ik vind dat je iets van een aap hebt. Om te beginnen zijn je armen te lang. Ja, heus, lieveling. Dat was het eerste wat me aan je opviel toen ik je het faculteitsgebouw uit zag komen. Ik wist niet eens wie je was, maar je leek precies op een aap. Je had zelfs een banaan in je hand. Heus, ik heb nog nooit zoiets geks gezien. En dat is een vriendin van je overkomen, zeg je? Wat net. Toen ik mijn vriendin aanstootte en naar je wees, bleef je met die bananen in je hand stilstaan en toen, toen begon je jezelf te krabben. Vind je niet beter om eerlijk tegen me te zijn, Jezus? O, lieveling. Heb ik je gevoelens gekwetst? Heb ik je mannelijke waardigheid aangetast? Of denk je God te kunnen bedriegen? En er groeit ook haar op je rug. Wist je dat? Heeft iemand je dat wel eens ooit verteld? Wie beklaagt er zich nu? Ja, ga verder. Ik wil alles horen. Lieveling, weet je vrouw van mij af? Zo. Zo. Zal ik een glas water voor je halen? Voel je niet goed? Het spijt me. Vandaag kan ik niet lang blijven. Ja, dat weet ik. Dat heb ik ook gezegd. Maar ik voel me niet erg lekker. Ik kan niet slapen. Dagenlang. Ik kan gewoon niet meer slapen. Weet je, je voelt je nooit zo eenzaam als op het eind van een slapeloze nacht. Als je gedachten de hele nacht wakker zijn geweest en ze elkaar achterna hebben gezeten als kwaadaardige diertjes in het donker. Krabbende. Knagende, rondjagende, blinde diertjes die opgesloten zitten in je hoofd. En dan zie je het licht worden. En dan weet je dat je het weer gehad hebt voor die nacht. En dat er geen ontkomen aan is aan die volgende dag. Een vos moet dat ook zo voelen. Als de honden de hele middag achter hem aangezeten hebben.
opgejaagd en in het nauw gedreven als hij is, rent hij ten einde raad terug met het schuim op zijn bek en de honden blaffend achter hem aan, bereikt hij met de laatste voorlopige sprong zijn hol. En dan ontdekt hij dat iemand de ingang versperd houdt. Zo. Je ziet natuurlijk wel in wat je doet. Je plaatst je buiten de kerk. Eenzaamheid is een wezen geen kans zien op te houden met denken. Dat is verschrikkelijk beangstigend. Je hebt het gevoel dat je bezeten bent. Mensen houden van valse jacht. Nee, lieveling. Nee, nee, het is niet mogelijk. Het is onmogelijk. Reëel? Nee, lieveling. Alsjeblieft, doe dat alsjeblieft niet. Ik ben reëel. Geloof me. Ik smeek je. Geloof me. Mijn God. Ik heb tot nu toe nooit geweten wat het betekende om reëel te zijn. Jij moet niets doen. Moeilijk. Voor jou. Er blijft maar één keuze. Goed. Eén keuze is helemaal geen keuze. Laat dat waar zijn. Maar wat moet ik dan zeggen volgens jou? Je weet toch wat ik je zeggen moet? Nee, lieveling. Nee, ik kan het niet doen. Het is onmogelijk. Denk je dat ik niet reëel ben? Mijn God. Ik heb tot nu toe nooit geweten wat reëel zijn betekende. Jij wilt de feiten niet onder ogen zien. Jij denkt dat er nog een uitweg is. Die is er niet. 'S Nachts, als ik wakker lag, dan zei ik tegen mezelf, het zal allemaal wel meevallen. Morgen ziet alles er anders uit. Dat doe ik nu niet meer. Voor mij bestaan de dag en de morgen niet meer. Het is allemaal hetzelfde. Ze noemen het de duistere nacht van de ziel en ik zit erin doorlopend. Behalve af en toe, een paar minuten, als ik in jouw armen lig en het weggaat. En nu ben ik er zo aan gewend, dat gevoel, dat als het die paar minuten weggaat, het net is. Van niets anders voor in de plaats komt. Net of ik dood ben. Isis, ik geloof dat wij eens moeten praten. Waarover? Over het weer? Ik kan je alleen maar zeggen wat je al weet. Het is niet de bedoeling dat het makkelijk is. Dacht je dat het voor iemand makkelijk was? Voor mij? Het enige wat hierover te zeggen valt, is dat het voor hen die geloven mogelijk is. Geloof je nog? Of geloof je niet meer? Nou? Efeze 11, vers 12, 14 en 17. Doet aan de hele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de overheden, tegen Jezus. Neem aan het schild des geloofs en neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. Met God is de keuze nooit onmogelijk. Nee. Isis, ik zou het op prijs stellen als je kon geloven dat ik iets voor je doen wil. Bijvoorbeeld? Ik heb begrepen dat je moeilijkheden hebt. Zo, heb je dat begrepen? Je bent nu langzamerhand oud genoeg, Isis, om mij niet langer te behandelen als iemand uit een sprookje. Waar heb je het in godsnaam over? We wonen niet in een sprookjeswereld, Isis. De mensheid is niet onderverdeeld in goede veeën en boze veeën. Zelfs niet de goede mensen en slechte mensen. Er zijn mensen met wie we moeten leven.
En mensen met wie we niet moeten leven. De wereld is keihard, Isis. Makkelijke uitwegen zijn er niet. Er wordt geen rekening gehouden met moeilijkheden in onze jeugd. Er zijn geen betoverende luchtkastelen waar we naartoe kunnen vluchten als het contact ons te moeilijk wordt. Er zijn mensen met wie we moeten leven en mensen met wie we niet moeten leven. En we moeten proberen er het beste van te maken wat er van te maken is. Ik ben geen boze stiefmoeder. En de vrouw waar je vader mee getrouwd is toen hij bij je moeder wegging. En dat feit maakt het voor ons noodzakelijk elkaar te begrijpen en elkaar te helpen. Wat ben je toch een koud iemand, Agnes? Ik probeer je te begrijpen, Isis. Jij doet alles met je hoofd, hè? Jij hebt geen hart. Heb jij ooit echt van iemand gehouden? Hoe zou jij iets kunnen begrijpen? Papi? Alles is zo moeilijk voor me, papi. Zo moeilijk. Isis, wil je naar me luisteren? Ik weet wat er gebeurd is. Oh ja? Ik zou je graag willen helpen. Oh ja? Geloof me, je hebt geen keuze meer bij het zoeken naar hulp. Dat kun je je niet meer veroorloven. Doe mijn uiterste best niet van contact met je te krijgen. Ik verwacht al lang niets meer van je dan weerzin. Maar je zou er minstens aan kunnen nemen dat mijn bedoelingen goed zijn. Ik weet wat je doormaakt. Het zit in jezelf. Het zit uitsluitend en alleen in jouzelf. Het is niet iets dat buiten je bestaat. Hoe mooi en diep en belangrijk je ook denkt dat het is. Het is niet groter dan je zelf bent, Isis. En jij bent klein. Klein en onbeduidend. Zoals iedereen. Je moet zo gauw mogelijk volwassen worden. Je moet voor het eerst in je leven afstand nemen van jezelf. Jezelf zien zoals je bent. Een emotioneel, onevenwichtig kind. Dat een verhouding heeft met een getrouwde man. Zoveel. Het is eerder gebeurd. Het is mij overkomen. Het kan niemand een steek schelen. Je moet er overheen zien te komen, Isis. Speel niet langer de tragische ziel die overgeleverd is aan de genade van het lot. Niemand is overgeleverd aan de genade van het lot, zolang ik dat zelf niet wil. Neem een besluit, Isis. Begrijp je wat? Papi, alles is zo moeilijk voor me, papi. Dit nu los in Ducas in de stazione. Zet liever aan ons dan halen. Apporte in ferry. Erwee, dominee, animam, ajus. Requis gaat in paatje. Amen. Dominee, ik zou uw raadje mee aan. Dominee, is voor bisboom. Ik zal naar de faculteit gaan. Papi. Zeg iets tegen me! Jezus, gewoon een beetje kletsen. Verdomme lekker wanden. Allemaal de schuld van die melkboeren. Weet je wat die doen? Lege melkflessen op de grond laten vallen. Overal glas. Schoppen de grote stukken de goot in. En laten de kleintjes zeker. En daar en rijden arme donkers als ik dan natuurlijk doorheen. Zal ik juist wat zeggen, hè? Fietsers horen vandaag de dag tot de onderdrukte minderheden. Hier moet je zien. Dat is glas van de melkfles. Volgens mij is gewoon een samenzwering om alle fietsers van de weg te pesten. Moeten ze allemaal auto's kopen? Dat is dan goed voor de economie. Ja, voor de autofabrikanten zoals ze bedoelen. Als dat zo doorgaat, zijn er binnen de kortste keren nog maar een stuk of 3 fietsers over in Holland. De rest is dan gecapituleerd. Of
wordt overreden door gehuurde moordenaars. Nou, Doos. We maken zo'n hoop koude drukte, hè. Over de instandhouding van de fluitheden en de wielerwaal. Ondertussen sterven de fietsers mooi uit. Vandaag of morgen pakken ze ons nog op om ons in te brengen in een reservaat. Overal fietspaden en bomen die druipen van de solution. En borden met verboden te jagen op fietsers. Je moet je zien. Zeg, je voelt je nog wel helemaal lekker, hè? Nos interesse in judicium cum servo tuo domine. Que nullus apute discipicibatur homo. Nisse per te omne peccatorum et tribuatur remissio. Qui vivis et regnas in secula seculorum. In de City gaat de film. Moet heel aardig zijn. Ik kan het een midden voorstellen. Ga je mee? Dat is dan een verzetje voor je, Isis. Dat heet zo. Een verzetje. Isis. Liefje. Wat? Kom maar eens terug. Wat bedoel je? Je leeft in een andere wereld, meisje. Is het een orde? Wat? Dat. De band. De... Oh ja, ik geloof van wel, hoor. Oh ja. Het is een orde. Maak je geen zorgen. Het is allemaal voorbij. Wie maakt zich zorgen? Wat heb je eigenlijk gedaan? Ik bedoel, wie heb je opgegeven? Ik ben jouw dichter. Nou, dan is toch alles in orde, niet waar? Et nu nos in ducas in tentationem. Sed qui bravos ad anno. Aporte in feri. Et veni Domine anonimus. Requis cad in pace. Amen. Domine exaudio ratio mea. Et clamor meus ad venia. Domine suus. Et cum spiritu tuo. Of niet soms. Wat? Nou? Dan is toch alles in orde? Ik bedoel, ik kan hem gewoon blijven zien. En af en toe eens een keer gaan biechten. Wees lief voor me, Gogo. Probeer je echt niet voor de gek te houden, liefje. Ik weet van die dingen nou helemaal geen steek af. Maar is nou alles in orde? Ja. Ze zeiden van wel, ja. En kan je hem blijven zien dan? Wie? Och, Isis. Natuurlijk niet, hoe kom je erbij? Natuurlijk niet. Goed, ik dacht alleen maar even... Natuurlijk niet, wat een onzin om zoiets te zeggen. Ja, luister, dus is... Weet jij eigenlijk wel wat het betekent? Biechten? Kan ik dat nou weten? Ben toch bij een einde? Wees lief voor me! Ik kom er wel overheen.
knullige opmerking, maar... Ik weet allemaal niks beters. Ik ben nou helemaal geen priester. Nou, ga je nou mee naar de bioscoop? Jezus? Weet je wat het gekke is, hè? Van al die zielenpijn, zelfkwelling. En God weet wat wij mensen onszelf nog wat meer aan doen. Dat ze vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien geen enkele waarde hebben. Waarde? Ja. Is gewoon geklets. Neem nou die man, hè. Hoe heet je ook alweer? Nou, vermoedelijk heeft hij een naam. Laten we hem Harry noemen. Neem nou Harry. Voor mijn part is het een... wat is hij eigenlijk? Een hypothese. Nee, wacht, iets meer dan een hypothese. Ik neem het bestaan van Harry aan op bewijsmateriaal uit de tweede hand. Ja, van wetenschappelijk oogpunt uitgezien niet erg overtuigend, maar goed. Aangenomen dus dat die Harry bestaat. Ter wille van een bewijsvoering. Wat hebben we dan? Ik bedoel, wat heb ik dan als man van de wetenschap? Een in Nijmegen woonachtige stelling. Goed. Tweede stadium. Gogo! Het tweede stadium is moeilijker. Wat is het verband tussen jou, voor het bestaan voor wie ik kan instaan, en deze hypothetische Harry in Nijmegen? Jij zegt, ik was een maîtresse. Wat wil je nog meer? Heel wat meer, veel meer, zegt de man van de wetenschap. Wat ik zoek is het verband op dit ogenblik. Herinneringen zijn voor mij van geen enkel belang. Hast op, Gogo! Jij zegt, ik hou van hem. Wat is dat, zegt de man van de wetenschap? Wil je dat even tevoorschijn halen, zodat ik het van dichtbij kan bekijken? Hop, op, Gogo! Is het onbeheven aan de wetten van de zwaartekracht? Wat wil je nou eigenlijk? Probeer de zaak uit te zoeken, liefje. Het interesseert me. Het interesseert me hoe die verdomde stelling in Nijmegen mij niet eens op 150 kilometer afstand zo van de kool kan brengen. Terwijl mijn Jezus laat terugkomst zelf bewezen heeft dat hij niets voor de goede had. Je weet niet waar je het over hebt. Maar dat betekent het dan, de biecht. Ik zei al, liefje, ik ben maar een doodgewone heiden uit de 20e eeuw. Voor mij is het allemaal een gesloten boek. Maar dat betekent het dan? Bewijzen dat wat je voor iemand voelt niets is. En dat wat je met iemand gedaan hebt, dat veel minder is dan niets. Hou op, Gogo, laat me met rust! Gaat het toch alweer? Vader, ik heb gezondigd. En welke zonde heb je dan gedaan, mijn kind? Overspel, vader. En met wie, mijn kind? Met iemand die Harry of zoiets heet, vader? Hoeveel keer, mijn kind? Ik ben de tel kwijtgeraakt, vader. Ben je verliefd op die man, mijn kind? Ja, natuurlijk, vader. Wat denkt u wel van me? Wil je naar de hemel? Of wil je naar de hel? Mijn kind. Naar de hemel, vader. Zeg mij dan na. Deze man betekent niets voor me. Ik wou dat ik hem nooit ontmoet had. Mijn liefde was smerig. Mijn liefkozingen waren gemeen. Deze man was hoogstwaarschijnlijk door de hel zelf afgevaardigd om in verzoeking te brengen. En al die heerlijke dingen die we samen deden waren gewoon walgelijk. En mijn geliefde, die hoogstwaarschijnlijk niets gevoeld heeft, maar iets van zijn sterfelijk leven in de vuilnisbak te gooien om op te spugen, zal voor eeuwig en altijd branden in de hel. Oh, laat mijn arm los! Wat is er met je? Wat is er met je arm? Brand. Brand? Ja, met een sigaret. Hoe kwam het ik al samen? Met een sigaret. Ga eens kijken. God,
almachtig. Deus qui propi met miserere semper et parcere. Te supplicis ex oramus pro en infirmera tua. In Jesus hoc in terra. Et tua de Mijn sneeuwprinses. Vertel me een sprookje, oom Huip. Een sprookje? Ja, wat wil je graag horen? Over het betoverde kasteel. Over het betoverde kasteel? Zover het oog kon zien. Een bos zo dicht en donker dat diep beneden tussen de oude, lelijke, knoestige stammen alleen maar hele kleine wezentjes woonden die rondscharrelden in het eeuwig durende schemerdonker. En in de boomtoppen daar nestelden nooit andere vogels dan midden in het grote bos was een groot zilveren meer, vol met schone gouden vissen. En midden uit het meer, daar rezen de grote grijze torens op van een betoverd kasteel. En nooit bewoog zich daar iets in. Maar in de allerhoogste kamer van het kasteel, daar lag een schone jonge prinses verzonken in een eeuwigdurende slaap. Wat is er, Isis? Laat me alles vergeten, oom Huip. Maak weer een kind van me. Maar je bent een kind. Een kind dat slaapt in een bos, warm en beschut en toegedekt onder de bladeren. Daarom kan je nooit iets overkomen. Vertel verder. Waarom sliep die prinses? Ja, ze was betoverd en ze zou dat blijven totdat de prins zich een weg zou banen door het bos en haar zou vinden om de tovermacht te verbreken. Waar was de prins? Verdwaald. Verdwaald in het bos. Hoe zag hij eruit? Het was gewoon... Gewoon een man, net als ieder ander. Gewoon. Oom Huip. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Mijn arme kindje. Thank you.
Bisschop. Wat weet jij ervan? Ik ben kind en huis met die lui. Dat ze gelukkig meer mogen zijn. Die moeten anders verdomd lang kleur bekennen voor ze het op paars brengen. Nog een spelletje. Moet je horen. Nou? Wie bouwt er steviger dan de metselaar? De scheepsbouwer of de timmerman? Ik begrijp niet wat je bedoelt. Wie ben ik? Zeg, ben je wel helemaal lekker? Laat maar. Jij geeft. Dus zeg ik, dat weet ik, Sjaan. Dat weet ik allemaal wel. Maar ik heb er gewoon geen zin in om hem maar mee te nemen. En daar gaat het om. Hij betaalt voor zijn eigen, zegt ze. Heb ik dan gezegd van niet? Ik dacht helemaal niet aan geld. Ik heb niks tegen hem, dat weet je. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Je man meenemen. We gaan niet naar een of andere camping, net vorig jaar. Nee, we gaan naar het fatsoenlijk pension. Op het mooiste gedeelte van de Veluwe. Het is trouwens een principe kwestie. En wat zei zij? Dat ik burgerlijk was. Ik. Hij is burgerlijk. Hij wil nergens naartoe zonder zijn eigen vrouw. Ik bedoel, wat is dat voor een soort met verhouding? Huh, 21. Helemaal vlast was lang op die vakantie, zegt ze. Hoor eens aan, Sjaan, zeg ik. Waarom zoekt hij maar zelf niet een aardige persoon om mee op vakantie te gaan? Hij heeft een aardige persoon, zegt ze. Wie dan, zeg ik? Jou, zegt ze. En wat zei ze toen? Dat ik in smeerlap was. Het wordt tijd dat Herman inziet dat het huwelijk zijn eigen verantwoordelijkheden meebrengt. En als hij geen verantwoordelijkheden wil, dan laat hij niet moeten trouwen. Het is niet zo dat ik mijn vrienden achter de rug zwart wil maken. Maar iemand met maar ook zoveel gevoel voor wat hoort en wat niet hoort, zou op zijn minst ook een echtscheiding gepraat hebben. Al was het alleen maar voor de vorm. Heeft hij dat gedaan? Geen één enkele keer. Geen kick heeft hij gegeven. En als hij geen vriend van me was geweest, dan zou het gewoon weer vast zijn. Hij heeft me niet eens op mijn snoer geslagen. Nodig me twee keer per week uit om een spelletje te klaverjassen. En gaat iedere zomer met ons op vakantie. Huh, negatief betaald. Weet je wat de pest is? Hij is de kikker getrokken. Herman? Ja, als Jana komt, dan zal ik hem lusten. Het is een verschrikkelijk jaloerse vrouw. Weet je wat de pest is? Die dingen worden soms heel ingewikkeld in het leven. Wou je liever dat ze dat niet waren? Heb je staan luisteren? Wou je dat liever? Wat kan jou dat schelen? Het interesseert me. Het interesseert haar. Zeg, ik hoef er zeker geen rekening en verantwoording aan te leggen aan haar. Ze is toch maar niet... Beleefdheid kost niets, Simon. De dame is alleen maar verlegen om een praatje. Zomaar voor de gezelligheid. Om de tijd wat te doden. Wil je misschien hier zitten? Dank je. Wat was de vraag ook alweer? De dame wil weten of je liever had dat de dingen niet zo ingewikkeld waren. Met Sjaan en Herman bedoel je? Bedoel je zoals met Sjaan en Herman? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld? Zeg, wij horen elkaar. Jullie horen.
Zwaar ook. Ik denk na. Hij denkt na over zijn antwoord. Hij studeert een cursus filosofie. Een avondcursus. Nu is hij erg diepzinnig. Als hij in zo'n filosofische stemming is, zijn soms de doodgewoonste vragen een plaag voor hem. Zeg, je gaat me toch niet verdenken van necrofilie als ik zeg dat je mooie benen hebt? Oh nee hoor, helemaal niet. Je kunt tegen me zeggen wat je wilt, Freek. Oh nee, dat denk je maar. Ja, heus. Nee, niemand kan dat. Ik ook niet. Niet eens als ik zelf wist wat ik zeggen wou. Ook niet tegen mij? Nee. Wat zeg ik nou? Je hebt mooie benen. Het is toch verdomd gek om zoiets tegen iemand te zeggen, vind je niet? Misschien wel. Als ik nog een stapje verder ga, zo van... Je hebt een mooi rechter oor. Of je hebt een paar middense wijsvingers. En ik aanbid die röntgenfoto van je leven. Dan zie je dat het volslagen waanzin is. Idioot eigenlijk. Maar ik... Wat? Nee, niets. Trouwens, wat maakt het voor mij uit of jij mooie benen hebt? Wat maakt het voor jou uit? Je benen zijn, om het zomaar te zeggen, van geen enkel belang. Maar wat is dan wel van belang? Zeg iets. Praat. Waarover? Over zomaar iets. Hou jij je niet van de stilte? Hel je? Ik hou van je. Dat hoef je nou ook weer niet te zeggen. Ik dacht dat het je wat op zou vrolijken. Dat is toch ook onbelangrijk? Of ik nu opgevrolijkt word of niet. En liefde, is die ook onbelangrijk? Liefde is voor mij het mooiste. Weet je, toch had het best eens zo kunnen zijn. Als alles een beetje anders was geweest. Als ik jou eerder tegen het lijf was gelopen, dan was ik misschien stapelverliefd op je geweest. Niemand kan bewijzen dat het niet zo is. Vertel eens over. Waarover? Over die... liefdesgeschiedenis die er tussen ons had kunnen zijn. Waarom? Ik wil het graag weten. Daar valt anders verdomd weinig over te vertellen. Nou, bijvoorbeeld die nacht in de schuur. Welke schuur? Die schuur in Frankrijk. We maakten die zomer een fietstocht. De dag dat we de weg niet meer wisten. En toen het donker werd, begon het te regenen dat het goot. We waren doodop. We waren te ver doorgereden. En opeens vonden we die schuur. We maakten een kop chocola, leiden een slaapzak op de grond en kropen er samen in. En zonder mankeren vielen we in slaap. Dat was iemand anders, hè? Mm-mm. Wie? Ach. Een of andere hippie. Is ze dood? Niet dat ik weet. Ik weet niet. Kan zijn. Is dat ook onbelangrijk? Wat betekent het kan zijn, Freek? Het kan zijn, dat betekent dat het waarschijnlijk niet zo zal zijn, denk ik. Maar wat is het verschil met als het wel zo is? Wat is het verschil, Freek? Ik wou dat ik jou eerder gekend had. Oh, maar dat heb je toch. Je hebt er een heleboel ontmoet zoals ik. Je keek naar hun benen en dacht, daar zou ik wel zin in hebben. En zij keken naar jou en dachten, die ziet er niet gek uit voor zo'n gewone jongen.
Dus jij... Op een dag ga je dood, Freek. Daar denk ik wel aan als het zover is. Dan is het te laat. Vind ik ook best. Wat was de vraag ook alweer? Oh ja, ik weet het alweer. Volgens mij is het een irreële vraag. Nou, zullen we het krijgen? Niet in die zin dat de vraag niet bestaat. Het is gesteld. Ergo, de vraag ontstaan, dat wil zeggen, hij bestaat. Dat wil zeggen... Oké. Maar in die zin dat hij logisch niet rechtvaardig is, dat wil zeggen dat hij absurd is. Want wat zijn dan zo te zeggen de noodzakelijke voorwaarden voor een reële vraag? 1. Dat het een vraag is waarop meer dan één antwoord mogelijk is en die dus eist dat er een keuze gemaakt wordt. 2. Dat het een reële vraag is waarop die keuzemogelijkheid ook bij bestaat. Maar de dame wil alleen... Je kunt het ook zo stellen. Neem nou eens aan dat ik ja zeg. Wat ja? Ja, ik zou willen dat die dingen niet zo ingewikkeld waren in het leven. Dat zou jij wel willen, ja. Nee, dat zou ik niet willen. Want als ik dat zou willen, betekent dat... dat ik zou willen dat mijn leven anders was geweest. En dat betekent weer dat ik zou willen dat ik een ander mens was. Nou, en? Stel je voor, hoe kan ik nou willen dat ik niet mezelf zou zijn? Dat is logisch niet houdbaar, man. Oh ja? Nogal logisch. Dus het is nee. Wat nee? Nee, je bent niet tevreden. Dat is nou een irreële vraag. En laten we het zo stellen. Dus je bent tevreden? Waarmee? Met je leven. Kom nou, laten we het zo stellen. Hou op, Simon. Je wordt stom vervelend. Zeg iets. Praat. Wil je iets horen over Aristoteles? Hel je? Nee. Zorg dat ze je er niet onder krijgen. Zorg dat ze je er nooit onder krijgen. Woorden van iemand die het weten kan. Ik heb het koud. Je gilt. En loopt iemand over je graf? Het komt uit de grond, die kou. Dat komt omdat het daar koud is, hè. Je graaft een gat en de kou komt eruit. Dat is mij al zo dikwijls opgevallen. Het is een wetenschappelijk bewezen feit. Ik heb het koud, Freek. Wil je mijn jas? Ik ben door en door koud. We lopen de koffie mis. Hou op, Simon. Is het zo, Ben? Mijn lippen zijn koud, Freek. Simon? Simon? Gaat het nu beter? Freek, ik ben... Wat? Ik voel me nu weer net een kind. Ik voel me weer net zoals ik me de eerste koude nacht bij Agnes voelde. Wie is Agnes? Doet dat er iets toe? Helemaal alleen. In die vreemde kamer. Met het grote, koude, lege bed. Doe je ogen dicht. Stel je nu voor dat je in een lekker warm bed ligt. Een groot vierkant bed met een stapel dekens over je heen. Krijg je het nu al warm? Ik ben bang in het donker. Kom bij me, Freek. Ik ben bij je. Ik lig aan de ene kant en Freek en Simon aan de andere kant. Voor de boeman is er nou geen plaats meer. Ik heb het nog steeds koud. Maak me warm. Vrij een beetje met me. We maken je warm. We vrijen toch met je. Waar of niet, Simon. We vrijen en vrijen toch met je. Hou me warm. Laat me niet alleen. We zullen je niet alleen laten. We zullen je nooit alleen laten. We zullen je voor altijd warm houden. Je hebt het van je levensdagen nog nooit zo warm gehad. Warm en gezellig. En veilig. Dus het bestaat niet dat je ooit nog iets overkomt. De gordijnen zijn dicht. De kachel brandt.
En de deur is op slot om de boze boeman buiten te houden. En het licht is uit. En je kunt de warmte voelen van je twee warme minnaars. Simon aan de ene kant en Vree aan de andere kant. Je twee trouwe minnaars. Je twee trouwe minnaars. Nog 20 minuten, lieverd. Loop naar de hel, meneer Kruijsens. Ik ben niet bang van u. Meneer Kruijsens? Ja, juffrouw. Ik wou u wat vragen. Iets over het in acht nemen van de etiketten? Ja, laat u de formaliteit met gerustheid aan mij over. En maakt u zich geen zorgen. Nee, het gaat niet over de etiketten. Ik kan niet praten op zijn afstand. Ik kan het uitstekend verstaan, juffrouw. Ik zei niet dat u me niet kon verstaan. Ik zei alleen dat ik u zo niet kon praten. Ik ben er heel blij. Wilt u er wel aan denken dat u een dienstverhouding tot mij staat? U bent hier ter wille van mij. Dichterbij. Dichterbij. Het is toch wel zo'n moeilijke vraag om onder woorden te brengen. Een broze, vluchtige, ongrijpbare vraag. Net zoiets als een vage figuur die eventjes ontstaat door de rook van een sigaret in een tochtvrije kaart. Ja, juffrouw. Ik ga u niet vragen me de boter aan te geven. Begrijpt u? Ik bedoel, het is geen... Feitelijke vraag? Feiten? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Mag ik een patent maken dat ik een cliënt heb drie vakken verderop? Ja, dit is het drukke seizoen, ziet u. Ik moet hem tegelijkertijd met u afwerken. Laat hem wachten. Hij is 94. Des te beter, dan is je het wachten gewend. Nu ben ik vergeten waar ik was. De vraag, juffrouw. De vraag. Ik weet het. Hoe lang? 19 minuten. Net waren het er 20. Min 1 is 19. Kunt u me niet helpen? Het is uw vraag, juffrouw. Het is net zoiets als proberen we een gezicht te herinneren. Dat is moeilijk. U hoeft me heus niet te troosten. Het is zoiets als proberen me een gezicht te herinneren dat ik vroeger zo goed gekend heb, dat het net is alsof ik in een spiegel keek. Wiens gezicht? Welke vraag? Wat wil ik weten? Ja, neemt u niet kwalijk dat ik het zeg, juffrouw. Daarom maar... moet het ergens zitten. Waarin, juffrouw? In wat er gebeurd is in mijn leven. Natuurlijk, het zit verborgen in mijn leven. Het enige wat ik moet doen is al mijn herinneringen nagaan, van de dag af dat ik geboren ben. Ze allemaal op een hoop gooien en dan uitzoeken. Net een zak vol knopen. 18. Nee, het moet nog veel eenvoudiger zijn. Het moet net zo eenvoudig zijn als iemand in de ogen kijkt. Agnes. Als ik nu eens terugging en in de ogen keek van iedereen die ik ooit gekend heb, zou het er dan zijn? In die ogen van iemand? Ik hou niet. Kunt u me geen aanwijzing geven? Ja, neemt u niet kwalijk dat ik zeg, juffrouw, maar weet u zeker dat er een vraag is? Natuurlijk is er, wat een onzin om te zeggen. Natuurlijk is er, aan het eind van alles. Hij moet er zijn. Het is het enige wat ik nog heb. U probeert me te troosten, nietwaar? Ach, juffrouw. Ze moeten toch allemaal? Ze moeten toch allemaal dezelfde vraag stellen? Mevrouw? Niet waar?
Welke vraag, juffrouw? Als ik het zo zeggen mag, je kunt niet alles hebben. Of om het nog anders te zeggen, alles is beter dan niets. Of om het nog anders te zeggen? Of om het nog anders te zeggen, inderdaad. Ja, ze vragen allemaal... Wat? Ja, hetzelfde wat u vroeg, juffrouw. Wat? Wat de vraag is. Ja, een gekke vraag eigenlijk. Ja, eigenlijk helemaal geen vraag. Een soort tweede vraag of een indirecte vraag, zou je kunnen zeggen. Dus allemaal? Zoals ik al zei, alles is beter dan niets. Al is het alleen maar, ja, om het eens poëtisch uit te drukken, het trillen van de lucht terwijl een vraag voorbij zuist. Ja, dat vinden ze allemaal prachtig. De poëzie ervan stellen ze op prijs. Het trillen van de lucht terwijl een vraag voorbij ruist. Oh, meneer Kruijzes, u bent me een mooie. Ja, kom, juffrouw, ik moet er toch werk opschieten met die meneer in vak 35. Laat ik u niet langer ophouden, meneer Kruijzes. Laat u niet weerhouden door een vraagteken. Meneer Kruijzes, waar zou u nu zijn als ik u niet had opgehouden? Maakt u maar grapjes, juffrouw. 17 minuten. Zo, we zijn buiten in een landelijke omgeving, moeder. Vinden we het uitzicht mooi? Oom Huip, ik ben hier. Hoort u dat, moeder? Dat roepen van een kind in de verte? Oh nee, natuurlijk niet. U bent zo doof als een kwartel. Alsjeblieft. Je doet me denken aan... Oh nee, ik denk er niet aan me te compromitteren. Het kan wel pure verbeelding zijn. En laat ik er meteen aan toevoegen dat het niet mijn gewoonte is kleine meisjes aan te spreken op een dode akker. Maar je lijkt een heel klein beetje op een herinnering die ik vroeger had. Ik had hem altijd bij me in mijn zak. Maar jammer genoeg is hij hem niet meer. Oom Huip! Uitgerust. Een verrukkelijk woord. Ik liet hem in mijn zak zitten toen mijn pak naar de stomerij ging en hij loste op in de pyridine en de eter. Er is niets anders van overgebleven dan een heel klein vlekje dat er volgens de stomerij nooit meer uitgaat. Weet u niet meer wie ik ben? Ja, je doet me denken aan een herinnering, Olivia. Wat wil je nog meer? Dat ik me voorstel? Mijn naam is Huip. De Pias met het hart van goud. Hoe maken we het? En wat nu? Wil je misschien op mijn knie komen zitten? Op een grafsteen terwijl die lollige oom Huip je een schunnig sprookje vertelt? Oh, maak je maar niet ongerust. Niemand zal het horen. Er zijn hier aan het slot alleen maar kadavers. Niet waar, moeder? Moet je horen, ik ken een prachtig sprookje. Er was eens, zegt het sprookje, een heel groot bos en het strekte zich uit zo ver... Nee, alsjeblieft, alsjeblieft! Een schone, jonge prinses lag verzonken in een eeuwigdurende slaap, zegt het sprookje. Laat me alles vergeten om, hè, zegt het sprookje. Maak weer een kind van me. Maar je bent een kind. Zit je lekker? Toegedekt onder de bladeren. Daarom kan je nooit iets overkomen. En dan moet jij zeggen... Waar was het prins, oom Huip? Oh, je kent het. Verdwaald. Verdwaald in het bos. Hoe zag hij eruit? Zeg jij dan? Gewoon. Het was gewoon een man, net als je had. Gewoon. Vertel verder, Jezus. Oom Huip. Ik weet niet wat ik moet doen. Een korte pauze, waarin ze langzaam haar jonge, bleke, bedroefde gezichtje vol vertrouwen naar hem opheft, zich als een gewond vogeltje in zijn armen nestelt
en wacht tot de goedhartige tovenaar met zijn toverstaf zwaait, de boze wereld uitwist en in een sprookjeswereld verandert. De goedhartige omhuip buigt zich over haar heen. Mijn arm kindje. Mijn arm, angstig, bedroefd, begeerenswaardig kindje. Zijn goedhartige handen zoeken een wederzijds welbehagen. En zijn goedhartige bloed begint te koken. Zijn goedhartige vingers grijpen. Ja. Je lijkt er een heel klein beetje op. De neus is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hoe maak je het? En wat nu? Zo aan elkaar voorgesteld zijn en wat op hetzelfde neerkomt, elkaar verleid hebben? Wat dan, mijn kleine muisje? Wat dan, moeder? Laat een windje vol wijsheid. Of kennen we nog andere foefjes? Een retorische vraag gesteld aan een doofstom. Is dat alles wat u van mij is bijgebleven? Ik ben hier om een begrafenis bij te wonen, maar dat zul je waarschijnlijk al geraden hebben. Misschien heb je het lijk wel gekend. Volgens de verhalen ligt erin, maar je zou een schroevendraaier nodig hebben om het zeker te weten. Herinnert u zich niets meer? Oh, veel. Heel veel. Ik zit boordevol herinneringen. Ik ben net een zak vol Sinterklaas cadeaus. Van papieren herinneringen in twee kleuren. Herinneringen van goedkope blikherinneringen met scherpe randen. Herinneringen van celluloid, herinneringen van bakeliet. Ze komen bij de zijn uit het oosten. Wat denk je dat ik anders ben? Luister eens. Hou jij van raadsels? Luister dan. Wat stellen we voor? Nee? Kijk nog eens goed. Antwoord, een contrabas zonder snaren, die naar een vuilnisbelt wordt gedreven door een dove krankzinnige. Neem me niet kwalijk. Wat? Ja, ik dacht even dat het iemand anders was. Ja, zo van achteren gezien hebben jullie nogal wat van elkaar weg. Ja, ik weet dat het op een smoesje lijkt. Maar dat is echt waar, hoor. Waren jullie misschien vriendinnen? Je gezicht komt me bekend voor. Misschien hebben we elkaar wel eens ontmoet op een feestje of zo. Ja, misschien. Godverdomme. Wat vind je anders? Je hand is koud, zeg. Nee, die jou is warm. Nee, hoor. Nou ja, als jij vindt van wel, dan vind ik het ook goed. Is dit... Ja, mon repos. Nou, dat heb ik niet bepaald in gezicht geplaatst. Nee, hè, niet bepaald. Je wilt? Nee, hoor. Als je mijn jasje wilt leveren, dan is dat geen... Nee, even... dank. Maar het is erg aan. Herinner je je haar nog goed? Ik was daar vroeg. Stiefbroer. Ah, meisje.
begrijp alleen hoe je zoiets kunt vragen. Ik bedoel, heb je levendige herinneringen aan haar? Het is alsof ze net de kamer uit is gegaan. En zo zal het altijd blijven. Waren jullie erg aan elkaar gehecht? En nog. We waren stiefbroer en zus. En daarom waren we meer aan elkaar gehecht dan wanneer we familie waren geweest. Eigenlijk waren we broer en zus. En eigenlijk waren we ook geliefden. Wat voor kleur ogen had? We waren erg aan elkaar gehecht. Ze vertelde me altijd alles. Waarom is ze dood? Je kent de vrouw toch? Ja. Waarom vraag je dan? Het was een gevoelig kind. Ze had te veel hart. Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Ze had te veel lief. Hebben ze daarom een eind aan haar leven gemaakt? Ze? Begrijp je niet? Is ze daarom gestorven? Je kent het verhaal toch? Ja. Hoe vraag je het dan? Ze had bruin houden. Oh ja? Ja, dat weet je toch zeker. Ze waren net als jou. Maar dan bruin. Je rilt nog steeds. Weet je zeker dat je niet als je nee, dank. Nou ja, goed, dan niet. De begrafenis was indrukwekkend, vind je niet? Ja, ik geloof het wel. Van zulke dingen heb ik geen verstand. Ze zou het mooi gevonden hebben. Geloof je niet? Zou het mooi gevonden ja, hebben? Ja, geloof je niet? Maar ze is toch niet hier om het mooi of niet mooi te vinden? Ze is toch niet hier? Ze is dood. Ik zei alleen maar dat ze de dienst mooi gevonden zou hebben. Ja, jij hebt natuurlijk nooit van haar gehouden. Doet dat er iets toe? Ja, of het er iets toe doet. Hoezo doet het er iets toe? Ze is dood. Voor mij doet het er toe. Dat ik van haar hield. Voor jou ja. Niet voor haar. Zij is dood. Ik zal altijd nog blijven denken. Ik hoop dat je dat voldoening schenkt. Eduard. Je had niets kunnen doen. Niemand had iets kunnen doen. Behalve wat iedereen al deed. Ze is dood. Ze is dood. Wie is dat daar? Oh, dat was een vriendin. Vraag of ze hier komt. Mijn moeder vraagt of je misschien zit. Ze komt liever niet. Ziezo. Dames en heren, als ik zo vrij mag zijn. Ik geloof dat we nu kunnen overgaan tot het laatste stadium van deze ceremonie. In alle eerbied maar met de nodige beknoptheid. Ja, begrijpt u me goed, dat heeft niets te maken met die cliënt die nog steeds bewacht in vak 35. Maar u zult het met me eens zijn dat het geen zin heeft de gebeurtenissen nog langer te rekken dan strikt noodzakelijk is. De waardigheid heeft overwonnen en ik geloof dat dit ons allen goed heeft gedaan. Mocht je overhoop zijn uitwerking missen, dan zullen een paar minuten meer of minder daaraan iets meer kunnen veranderen. Als u dus alle hierom heen wilt komen staan.
dan zullen we de gebeurtenissen besluiten met alle gepaste decor. Oké. Samenzakken. Oké. Vaarwel, beste kind. We hebben elkaar ergens ontmoet. Heel kort maar. We hebben elkaar niet erg goed leren kennen, geloof ik. Maar dat doet er niet toe. Ik ga naar huis met een gevoel in mijn hart dat ik mijn best heb gedaan iemand te leren kennen. Maar dat doet het niet toe. Eduard? Ik... Eduard? Ik had een dochter. Ze... Wil je er ook in, moeder? Wil je er eindelijk ook gezin? Als je het niet erg vindt. We hebben nog een paar toeristen op de kappen hier. Kwestie van planning, hè? We willen onze koffiepauze niet mislopen. We staan erop om het werk zo kant-en-klaar mogelijk af te leveren. Beroepszeer zou je kunnen zeggen. Trouwens, het begint te regenen. Zeg, je blijft er zeker niet in de regen rondhangen, hè? Als je zo goed wilt zijn. Nee! Blijf met je handen van de hoofd, laat me met rust! Kom nou, meneer. Kom nou. Isis, wat hebben ze met je gedaan? Flink zijn, Gogo. Nog eventjes. Ik heb je niets meer te geven. Voor het meisje dat hier je haar zit te strelen, betekent dat niets meer. Ze maakt alleen nog maar gebaar. Je bent alleen nu. Verdriet. Kun je niet delen. Ga thuis op je kussen uithouden. Je kussen zal je troosten. Hou dan maar. Het is goed om te huilen. Word maar kwaad. Kwaad worden is goed. Het lost nooit iets op, maar je kunt doen alsof. Het is goed om te doen alsof. Kun je mijn handen voelen op je schouders, Gogo? Hoe zie ik eruit? Weet je het nog? Weet je het niet meer? Natuurlijk weet ik het nog. Jij was het magere kinderen apensnoetje. Het zusje waar ik mee stoeide. Een
Als we dansten op het schoolbal in het maanlicht, dan waren we geliefden. Als je in het bos op de paden blijft lopen. Jij met je kikkergezicht. Moet je zien, je bent fel over been. En jij stinkt naar tabak en motorolie. Hield de kussen weg. En ineens was er geen kussen meer. Er gebeurde niets. Er gebeurde niets. Maakt trouwens toch geen verschil, nietwaar? Of het gebeurde. Of het kunnen gebeuren. Als je misschien denkt dat je vaak herinnert dat er eens zoiets gebeurde met jou. Of met iemand anders. Of met mij. Of was het een ander meisje? Ik herinner me je nog heel goed. Het is allemaal voorbij, zie je. Het ritueel is afgelopen. Geen formaliteiten meer. Geen ISIS meer. Alleen nog een beetje stilte. Wat regen die uit de grauwe lucht valt. En een vage geur van bloemen. Je kunt nu naar huis gaan. Vaarwel. Gogo! Gogo! Zullen we het nu dichtgooien of zullen we het straks maar dichtgooien? Nou, koffie. Of straks koffie. Heb jij er ooit aan gedacht om dit baantje eraan te geven? Och, deze baantje is ieder ander, hè. Ik heb zin. Ik heb het idee dat het allemaal een beetje, ik weet niet, zinloos is. Och, daar betaalt ons het zeker voor. Nou goed, straks koffie.